En goedenavond allemaal. Goedenavond en welkom namens VPRO Tegenlicht en Pakhuis de Zwijger bij de 234ste aflevering van Tegenlicht Meetup Rebranding Migration. Naar aanleiding van de gelijknamige uitzending. Ik kijk een beetje die kant aan die kant, maar omdat we alles opnemen, kijk ik gewoon een beetje die kant naar die camera. Dus dan weet je waardoor het komt. Daarover gesproken nog een paar praktische zaken. Dus los van het feit dat we dit opnemen, vergeet niet om allemaal jullie telefoon op stil te zetten. Maar je hoeft het niet uit te doen. Sterker, ik zou zeggen, pak je telefoon. Er is een goede kans dat je je telefoon zometeen kan, moet, zou kunnen gebruiken. Verder, wij hebben ook een fotograaf. Even kijken, Phoebe. Kom een beetje naar voren, kan iedereen Phoebe zien. Kijk, Phoebe maakt foto's. En dat moeten we altijd netjes melden. En die foto's gebruiken we voor de socials. Als je niet op de foto wil, je kan niet over haar heen kijken, dan laat je gewoon, ik wil het niet, dan gaat ze de foto deleten. Maar dat betekent dat als jij straks een goede foto wil maken, al wil je gewoon hier gaan staan, moet je het gewoon doen, hè? Is het een afspraak tussen ons, ja? Goede foto's willen we van je terugzien. En we hebben nog één keer, dankjewel, we hebben nog één praktische opmerking. We hebben een zogenaamde fluistertolk. Want één onderdeel van dit gebeuren wordt in het Engels gehouden. En die zitten daar. Dus als, vooral mensen die daar zitten, ja. Als jullie geroezen moesten horen, dat is vanwege onze zogenaamde fluistertolk. Want we willen onze spreker die straks in het Engels gaan we het gesprek doen, willen we niet uitsluiten van wat er al eerder is gezegd. Nou, zoals jullie weten, Tegenlicht Meetup is een co-productie tussen VPRO Tegenlicht en Pakhuis de Zwijger. En Pakhuis de Zwijger maakt al 16 jaar programma's die allemaal vrij toegankelijk zijn. Anders gezegd, voor de gratis. Nou, en als je denkt, ja, ik wil Pakhuis de Zwijger in die missie steunen. En nu komt het telefoon. Precies, ja, pak je telefoon. Dat mag. Het is voorlopig vrijblijven. Dus je kan even scannen, dan krijg je, pak je telefoon, maak een scan. En, maar het is alleen maar voor, ja, dan word je geïnformeerd. En dan kan je eenmalig of zelfs structureel kan je Pakhuis de Zwijger helpen in die missie. Nou, en de missie, ja, Tegenlicht Meetup onder andere. En vanavond, zoals we het altijd doen, we gaan het over het maakproces hebben. Vanavond een beetje anders, dan komen een paar andere mensen naast de regisseur over het maakproces. Je kent het wel, waarom heb je die film gemaakt op deze wijze? En daarna ga ik met een paar experts twee andere gesprekken voeren, waarvan nogmaals één in het Engels. En wij doen het allemaal aan de hand van fragmenten. En na elk fragment gaan we een gesprek aanvangen. En aan het eind van het gesprek is ook ruimte voor jullie om een vraag te stellen. En omdat we dit opnemen zou heel fijn zijn, vooral echt op de opname, is het, anders zie je die personen niet, jullie zitten een beetje in het donker, echt om op te staan. En dan komt een collega van mij of ikzelf met deze microfoon naar je toe en dan goed in die microfoon spreken, want we willen natuurlijk niet jullie slimme vragen missen. Nou, nu heb ik echt alles gezegd wat ik moest zeggen. Maar als ik kijk naar jullie, denk ik, ja, wie gaat nou op een best een, ja, een beetje koude, winderige woensdag naar zo'n uithoek van Amsterdam? Wat voor volk hebben we eigenlijk in de zaal? Natuurlijk met betrekking tot het onderwerp van vanavond. Rebranding, migration. Jullie voelen het al aankomen, hè? Ja, nu komt-ie, hè? Even goed nadenken. Wie heeft hier zelf een migratieachtergrond? En als je twijfelt, dan heb je het. Ja. Wie, even kijken, nog één keer. Handen in de lucht. Wie heeft een migratieachtergrond? Ja, ze zitten vooral aan de zijkanten, zie ik. Vooral daar, dat is echt de migratiehoek. Ja, een krachtwijk. Die zit daar. Ja, dank jullie wel. En even de volgende vraag. Dan weten we, ik kon het overzien. Pak een beetje een kwart van de zaal. En wie is door dienstwerk professioneel bezig met migratie, mensen met migratieachtergrond. Dus wie is daarmee professioneel bezig? Even handen in de lucht. En nogmaals, als je hierbij ook twijfelt, dan doe je dat. Even goed handen in de lucht. Ja, oké, daar zit ook dus, ja. Dus de migranten zitten daar en ze maken daar ook werk van. Nou, heel slim. Ja, nee, sterker, we gaan het straks ook zien. Ja, het is helemaal geen schande, maken werk van. Dat je rebranded, ja. Nu is het bijna moment aangekomen om naar het eerste fragment te gaan. We zien.
Wij zien iemand, we gaan het later ook over hem horen door de, van de regisseur. Wij zien Ivan Sanyen. Hij is een migrant uit Cameroen en hij woont nu in Italië. En hij is de bedenker van Made by Migrants. Dans presque tous les secteurs aujourd'hui en Italie, il y a la présence des immigrés, le tourisme, dans les hôtels, les femmes de chambre, de ménage, les baby-sisters, les personnes qui gardent les personnes anciennes, ce sont les immigrés. Aujourd'hui, dans le secteur agricole en Italie, 40% des travailleurs sont immigrés, 40%. Il n'y a pas une rupture en Italie où il n'y a pas la présence des immigrés. Eccolo qua, bellissimo. È una stampa. Bellissimo, bellissimo, wow, fantastico. La pizza, par exemple, l'ingrédient principal de la pizza, c'est la tomate. Et la tomate, elle fait en grande partie cultivée, travaillée par les immigrés. Tomate, l'huile, tout. Ci sono tanti prodotti che vengono fatti anche dal lavoro dei migranti e che la gente non sa, perché di spesso si dice che i migranti non sanno fare nulla. Veramente è un'ottima iniziativa. Ik wil graag de drie mensen naar voren halen. En als het licht een beetje aangaat, dan ga ik ze ook netjes aan jullie aankondigen. Even kijken, onze technicus die loopt naar mengpanel. Ja, ik wil graag... Ja, dankjewel, ja. Maren, Sevita en Leila. Zouden jullie alsjeblieft op willen komen? Ja, kom aan, ja. Ja, 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 ja. Jullie weten waar... Ja, precies, ja. Neem plaats, ja. Nee, plaats even kijken. Regisseur van de uitzending, Mare Merks, regisseur bij Tegenlicht, heeft onder andere documentaires Freezing Fertility en Samen Grijs heeft ze gemaakt. Sevita Zirak is de eerste vrouwelijke motorrijinstructeur van Afghaanse Kom af. En voor de thema-uitzending, thema-maand, moet ik zeggen, van Rebranding Migration van VPRO Tegenlicht, werd er ook een video van haar gemaakt. Dus we krijgen straks ook een kort fragment daarvan. Ik heb hem al kunnen zien. Echt, ga het echt opzoeken. Het is echt sowieso... Er is heel veel, hebben de mensen van Tegenlicht gemaakt, rondom migratie, podcast, filmpjes. Echt te gek om te zien. En dit is toevallig door Buddy Foundation gemaakt. In opdracht van VPRO. Ga ik er straks iets meer over vertellen. En Leila Ghodai, Iraanse filmmaker, studeerde in 2018 af aan de Nederlandse Academie voor Beeld en voor Beeldcreatie in Amsterdam. En jij hebt die film gemaakt, dat portret gemaakt van Sevita. Nou, laten we eerst beginnen. De aanstichter van alles, namelijk de regisseur. Ja. Ja, dat ben jij. Vertel eens, eeuwige vraag, hè? Waarom deze uitzending, waarom nu? Nee, ik denk dat de avond waarop de uitzending is uitgezonden veel zegt. Toen zat daarvoor, daarna Nieuwsuur, maar voor onze uitzending zelf zat een promo van Nieuwsuur. Die zei, wat een ongelooflijke crisis we weer tegemoet gaan. Dat er conflicten waren tussen Frankrijk en Italië en dat de opvang van migranten absoluut een onoplosbaar probleem is. Maar dat wist je natuurlijk niet, dat Nieuwsuur dit ging maken. Maar... Dus nog één keer bij jou, want jij hebt waarschijnlijk dat idee pakken bij half jaar, drie kwart jaar geleden heb je dat idee gehad. Dus waarom heb je toen gedacht, ik ga een uitzending maken, Rebranding Migration, en nu echt antwoord. Nou ja, ja omdat je de hele tijd... Nieuwsuur is natuurlijk een van onze aanstichters. Nee, omdat je de hele tijd hoort wat voor probleem migratie is. Ja. Dat het onoplosbaar is, dat het een tsunami is die oncontroleerbaar is. En veel minder, en dit is iets volgens mij van de laatste 10, 15 jaar... Dat je nooit hoort, dus het probleem van we hebben geen opvang, we hebben woningen tekort, wordt gezien. Ja. Nou, migratie is het probleem, niet het probleem is dat we een woning tekort hebben. Ja. Dus wij dachten, ja, is het niet zo dat migratie, zeker in deze tijd, waarin we ook tegelijkertijd horen hoeveel mensen we overal tekort komen,
misschien wel een slechte PR heb. Of dat we te weinig vertellen dat het een... Ja, dat het een verhaal is van alle tijden. Ja. Dat het een verhaal is met heel veel... Niet louter en alleen als een probleem. Dat het een noodzaak is dat, dat samenlevingen baat hebben en floreren. Ja. En altijd nood hebben gehad aan migranten. Ja. Trouwens, je hebt net een van die namen, een van die termen genoemd waarbij migratie altijd geassocieerd wordt, tsunami. Maar ja, ik denk ook wel eens, wij zitten natuurlijk in Nederland, een land met een echte nautische achtergrond. Dus dan hoor je heel vaak die termen, een stroom, een instroom, een golf. En dus dat komt, ja. Hij komt dichtbij. Ja, okay. En voor ook inherent aan Nederland. Heel veel dingen met water. Ja, ja, weet je, wij verdrinken in... Ja. Nou, nu weten we waardoor het komt, dus het had een PR nodig. Ja, je zei het had een PR nodig. Even kijken naar jullie twee. Ik kan me ook voorstellen trouwens, hebben jullie die uitzending kunnen zien? Ik zie aan jouw blik, je hebt het niet kunnen zien. Ik nog niet, sorry. Het komt wel eens, het komt in de beste families voor. Dat mensen... nee, maar kijk, je kan niet altijd de uitzending van tevoren zien. Maar even aan jou vragend, hè. Correct me if I'm wrong. Je was 16 toen je als vluchteling in Nederland aankwam uit Afghanistan. Ja, ideeleeftijd was ik 16, maar mijn echte leeftijd 13 ben ik aangekomen in Nederland. Oh ja, nu ben ik wel heel erg benieuwd hoe dat zit. Ja, zit er iemand toevallig van die IND? Nee, grapje. Nee. Van IND? Nee. Ik wil zich ook bekend maken hier. Nee. Gaat iemand klikken naar de IND? Nee, grapje. Nee. Nee, mijn ID-leeftijd is van 1984. Ik was twee jaar geleden, voor de val van Kabul, was ik in Kabul. En toen heb ik het onderzocht. En heb ik me wat ooms gevraagd. Daarvoor kreeg ik te horen, je was geboren toen de zon scheen. Of toen het regende. Dat was al. Maar nu heb ik dus een duidelijkere jaartal, maar nog geen exacte geboortedatum. 1987. 1987. Ja. En wanneer was het toen je in Nederland aankwam? Om precies te zijn, 28 juli 2000. Wow. 28 juli 2000, ja. En kan je iets vertellen, voor zover je dan... Ja, je hebt natuurlijk waarschijnlijk andere dingen aan je hoofd gehad toen. Maar kan je iets vertellen toch over het imago van migratie? Wat voor naam, wat voor associatie had migratie in die tijd, in 2000? Ik moet zeggen dat toen wij in Nederland aankwamen, dat belanden wij in Groningen. Dus ik voel mijzelf ook altijd een eeuwige Groninger. Ik zeg ook altijd, ik kom uit Groningen. Maar onze leven is ooit begonnen in Groningen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat wij in een warm badje terechtkwamen. Ja. In die tijd, wellicht was ik er niet bewust mee bezig met de media en alles. Maar in die tijd hebben wij best wel... Ik heb hele fijne mensen om mij heen gehad. Altijd mensen die bereid waren te helpen. Natuurlijk had je een groep wat nieuwsgierig was naar je verhaal. Maar en de groep was echt oprecht geïnteresseerd. Maar na 23 jaar moest je toen ook vluchten. En hoe zat het dan? Een aantal standaard antwoorden wel een beetje zat. En mijn antwoord is dan standaard. Ik wilde eigenlijk in Kabul blijven. Maar ik was minderjarig en ik moest meekomen met mijn ouders. Ja. Daar word je een beetje sarcastisch van. Omdat ik dan na een lange periode ben ik het wel een beetje zat. Maar ik heb ook een andere kant van medaille gekend. Dat ik in de tijd dat ik wat jonger was. Ik wilde heel graag werken. Wij kwamen in Groningen terecht. Binnen een paar weken had ik een eigen krantwijk. Daar was ik heel trots op. En ik heb de Gulden Tijd nog meegemaakt. En dus daar was ik heel erg trots op. Maar ik kan me ook een tijd herinneren dat ik mij in het Nederlands niet zo goed kon verwoorden. Ik werkte bij de McDonald's, Hondiep. En er was een manager die... Ik werkte in de keuken, want mijn Nederlands was te slecht om achter de kassa te werken. En er was een manager die dwong mij met een schroevendraaier om onkruid buiten weg te halen. Met een schroevendraaier? Met een schroevendraaier. Zijn naam was John. Dat soort mensen heb ik ook natuurlijk gekend. Maar dat soort gekken heb je altijd en overal. Ja, maar dat zag je even voor de volledigheid. Ja. Ik waardeer het enorm dat je dit aan ons vertelt. Ja. Want je vertelt het nu met een glimlach, maar... Ik bedoel, heel veel migranten weten... We have been there all, weet je wel. Ja, het is niet altijd even makkelijk. Dus ik waardeer het heel erg dat je het vertelt aan ons. Maar samenvattend... als je gechargeerd moet zeggen... was goed, oké, was slecht, weet je wel. Migratie, de naam migratie, het verschijnsel. Of weet ik veel, weet je, waar
uit kan je wil je kiezen? Ik sta er best wel neutraal in. Ik moet zeggen dat ik een lange tijd ook heb geroepen van... ah, jongen, over discriminatie, racisme, ja. Met je werk en alles. Accepteer nou gewoon dat je het dubbele moet doen. Maar later, toen ik wat ouder werd en wat bewuster werd... van en wat meer levenservaring had, van bepaalde dingen... moet ik wel zeggen dat ik daar een beetje ongelijk in had. Want ik heb geluk gehad dat ik naast een aantal... slechterikken, ook hele goede mensen ben tegengekomen. Ja. Okay. Die mij fantastisch hebben geholpen en die mij hebben geloofd. Ja. Maar je kunt ook pech hebben dat je alleen maar van de mensen tegenkomt die het niet gunnen. En dan is het wel heel moeilijk om sterk in je schoenen te staan met een enorme rugzak, wat loodzwaar is, gevuld met trauma en verdriet. Ja. Je zegt pech. We gaan straks kijken of het pech is of is het een systematiek. Dus je denkt, heb ik nou weer pech, weet je, in deze rij op Schiphol? Weet je, honey, they picked me up again, at randomly. Nou, dat is een heel bekende zin in Amerika. Systematiek is er zeker. En ik moet zeggen dat ik aan bepaalde... Nederland is natuurlijk een prachtig land met heel veel systemen... wat ooit bedacht is om de mens te dienen. Ja. Maar ik ben ook met naarmate ik ouder werd... naarmate ik wat Nederland, beter Nederlands sprak... en beter mijn plek had in de maatschappij... ben ik ook gaan beseffen dat er heel veel systemen zijn gemaakt. En de mensen moeten het systeem dienen. En het is eigenlijk ooit andersom gemaakt. Dat geloof ik. Echt. En dat ontken ik ook absoluut niet. Oké. Okay. Nou, we gaan naar Leila. We zien trouwens... wij kunnen trouwens alle beelden die jullie zien... kunnen we daar ook zien. Dus vandaar dat we af en toe zo vooruit kijken. We zagen natuurlijk heel veel beelden van... uit jouw mini-portret... wat je hebt gemaakt. Even voordat wij een fragment laten zien. Hè? Want het is echt een mooi filmpje geworden. Gefeliciteerd alvast. Maar wat is jouw... als ik jou laat op de avond... na een korte wandeling aantreffen. Ik zeg, ja, hoe was migratie voor jou? Herken jij in wat je net hoorde? Wat herken je? Migratie heeft een PR-probleem. Ja. Weet je wel, wat kan je daarover vertellen? Eigenlijk in Nederland, ik had... Ja, fijn, ja, dankjewel, ja. In Nederland, eigenlijk had ik geen probleem over... dat. Ja. Bijvoorbeeld, ik was asielzoeker, ik was nieuwkomer. Ja. Misschien één of twee keer in sollicitatie of andere dingen. Maar niet zo echt vaak dat mensen gaan even probleem maken voor mij. Nee, ja. Niet persoonlijk. Nee, ja. Nee. Ja. En als ik je zou vragen, wat voor beeld heeft migratie in Nederland? Heeft het een positief beeld? Dat je denkt, oh, migratie, yes, let's do it. Of heeft het een slecht beeld van, ja, daar moet ik van afblijven. Het liefst zo weinig mogelijk. Ja. Laten we er alles aan doen om het zo klein mogelijk te houden. Of denk je, ja, ik weet het niet, neutraal. Wat denk jij? Ja, volgens mij positief. Positief. Het was vanaf de eerste dag welkom bij Nederlanders. Ja. Er komen veel goede mensen tegen mij. En dus ze hebben, ik had heel goede mogelijkheden voor werk en leven. Dus in Nederland denk ik is positief. Positief. Nou, mooi. Ik vind het echt mooi om drie mooie invalshoeken, mooie ingangen te zien. En we gaan pak een beetje, over 10 minuten gaan we een paar vragen uit de zaal halen. Maar misschien is het nu een mooi moment om even naar jou of jullie... Want jij bent de rijinstructeur en jij hebt een korte film over haar gemaakt. Body Foundation. Body Foundation is een Body Film Foundation, moet ik zeggen. Dat is een organisatie, is een platform, is echt fantastisch wat ze doen. Koppelt gevluchte professionele filmmakers aan Nederlandse professionele filmmakers om zo een netwerk op te bouwen. En tegenwoordig ook met acteurs doen ze het ook. En als je op de website kijkt, dan zie je wat voor mooi werk ze afgelopen tijd hebben gedaan. Je denkt, oh, is dat ook door hun toedoen tot stand gekomen? Ja, het antwoord is ja. We gaan naar een kort filmpje, naar een fragment kijken uit jouw korte film. Ja. Als iemand nieuw in Nederland komt en als ik daar een gesprek mee heb, dan geef ik aan dat ze altijd moeten blijven strijden voor hun rechten. En dat het een land is waarin heel veel mooie mensen wonen. Je moet accepteren dat je soms het dubbele moet doen dan iemand die misschien wel hier geboren is en wel stereotype Nederlandse uiterlijk heeft. Dat die dan met één keer één sprong er komt en jij wellicht 3-4 sprongen moet maken om daar te komen.
Maar je kunt daar komen en het gaat je lukken. Ja. Je had het al gezegd tijdens ons gesprek. Soms moet je het dubbele werk verrichten om het op dezelfde plek te geraken. Nu zeg je het ook. Kan je daar een voorbeeld van geven? Weet je toevallig een voorbeeld van? Ja, ik heb heel veel voorbeelden. Ik werkte toen destijds in het ziekenhuis als verpleegkundige. En ik was al heel blij dat ik mijn opleiding tot verpleegkundige had afgerond. En ik kwam werken in het ziekenhuis als verpleegkundige. En ik zag het verschil tussen mij, die wat gebrekkig Nederlands sprak, dan iemand die wat vloeiender Nederlands sprak en die inmiddels een specialismeopleiding had afgerond. En ik dacht, dat was een soort van, ja, we klagen allemaal. En inmiddels ben ik ook ingeburgerd, dus ik klaag net zo mee. Maar ik hoorde collega's dan klagen over hun werk en hoe rot het dan wel niet was. En ik dacht van, oh, zou het mij lukken om ooit een specialismeopleiding af te ronden? En ik keek daar echt vol bewondering naar. En ik verlangde naar de positie wat die persoon had. En die was totaal. Terwijl die zelf aan het klagen was. Die was dus aan het klagen. Je hoopte ooit te kunnen klagen. Nou, nee, niet te kunnen klagen. Nee, dat doe ik sowieso. Maar dan over andere dingen. Maar het was meer dat ik verlangde naar een functie wat zij had. Qua specialisme, qua hoe ze de taal sprak. En hoe ze de hele simpele, overdrachten, wat zij dan wel kon schrijven en ik niet. En zij was totaal niet bewust van de waarde ervan. En ik wel. Ja, ja. Ja, en Maren, in het begin van de uitzending maken we ook kennis met Frank van Gol. En die haalt Filipijnse verpleegkundigen voor korte periode, ik geloof max 5 jaar naar Nederland. Hè? En hij maakte een onderscheid, verschil tussen migranten van Afrikaanse, zeg maar echt Afrika, van pak je beet Marokko is dat geloof ik tot Zuid-Afrika. Ja, dat is Afrika. Tussen Afrikaanse migranten en met mensen met Filipijnse achtergrond. Hij kwam later in de uitzending niet terug. Dat was redelijk in het begin compact bij elkaar. Waarom heb je ervoor gekozen om hem met een paar, ja, hoe zal ik zeggen, waren het bouwde uitspraken? Of je mag het zelf invullen. Om hem met die uitspraken in de uitzending te laten. Wat, ja, welke omdat, functie vervult hij in de uitzending? Nou, omdat je ook ziet, en daar staat hij ook voor. Hij heeft een heel positief verhaal over arbeidsmigratie. Hij gelooft in arbeidsmigratie. Hij liet zien van, hij is groot geworden met Oost-Europese arbeidsmigranten. En daar, dat was een grote markt. En hij laat eigenlijk zien van, die markt vergrijst ook. En dus we moeten ook andere landen meer toegang geven tot Nederland. En migratie is ook een groeimarkt. Dus tegelijkertijd is het ook het verhaal dat circulaire migratie, we hebben mensen nodig. Circulaire migratie is dat ze weer na een tijd zullen terug moeten. Ja, ja, dat is ook een manier om naar migratie te kijken. En ook om alleen het argument te zeggen van, we hebben eigenlijk mensen nodig die hier komen werken. En dan willen we ze wel ontvangen. Ja, dat kan zeker gezien de crisis nu. Dat iets is waar je voor kiest. Ja. Om mensen inderdaad op te leiden. Dat was een van de andere sprekers, zat niet in de uitzending. Maar die zei, wij gaan mensen opleiden in Nigeria om hier als verpleegkundige te komen. Maar moet je ook niet kijken naar de mensen die hier eigenlijk al zijn. En voor wat voor migratie kies je? Alles is beleid en alles is een keuze. En daarom denk ik dat we zijn visie op migratie en dat systeem ook hebben willen uitlichten. Een plek verdient in het hele spectrum van migratie. Migratie is niet alleen maar Ter Apel, het is niet alleen maar Kos. Het is niet maar dit is ook migratie. Gewoon via Schiphol komen ze hier binnen. Ja, en dat is een werkelijkheid die heel erg aan de hand is. En dat zijn diezelfde politici die zeggen van, we willen misschien eigenlijk geen migranten, die tegelijkertijd ook zien dat het een noodzaak is. Ja. En die met andere systemen wel ze binnenhalen. Dus dat vond ik een interessant. Ja, een interessante tegenstelling. Trouwens, ik wilde eigenlijk dezelfde vraag aan jou stellen over dubbel hard werken. Je hebt het, dat is wat Sweta zegt in de uitzending, in jouw film. Je hebt het in de film gelaten, want
Dat was belangrijk. Heb je het zelf ook moeten doen? Dubbel hard moeten werken om te komen waar je nu bent? Ik heb zelf dubbel gewerkt. Meer dan dat ik kom. Maar in vergelijking met een witte Nederlander, hè? Dat bedoel je? Ja, dit komt door mijn taalniveau. Ik ben nu 1 week geleden. Ik ben al 10 jaar hier. Ja. En ik moest door mijn taalniveau nog meer communicatie hebben, meer contacten hebben, nog meer werken, meer leren. Ja. En Nederlands is mijn vijfde taal. En dat was niet zo makkelijk om te leren. Dat gebeurt. Maar dat was niet doordat ik asielzoeker of nieuwkomer ben. Ja. Dat komt niet omdat ik was iemand van buitenland. Ja. Dat komt door mijn taalniveau. Ja, juist, ja. Ja. Goed onderscheid, dat moeten we ook meenemen. Kijk, jij hebt als een van de weinigen onder ons, heb jij de mogelijkheid gehad om het onderwerp van alle kanten te bekijken. Van de Schiphol naar Italië, naar geograaf, hoe heet hij ook? Ash Amin, ja. Waar heb je hem geïnterviewd? In het mooie Hilversum. In het mooie Hilversum, ja. Want hij is, geloof ik, oorspronkelijk komt hij uit... Ja, we zien hem, ja. India en hij is uit de UK. Ja, en hij is geboren in... India, toch? Ik kijk nee. Hij is van India. Ze komt af, maar ik ben vergeten. Ah. Ik maak het natuurlijk Oeganda, niet alleen. Geloof en ik. Daar heb je Sharina, die is de researcher. Maar nu ga ik hem verschut zetten. Dank jullie wel voor al jullie mooie werk. Maar hij komt uit oorspronkelijk, nu weet ik Kampala. Daar is hij geboren en later... Dus hij is echt vette migrant, is die. Dus te gek. Ja, ik bedoel het overdrachtelijk. Maar heel mooi dat je dat allemaal gedaan hebt. En dan is de vraag zo aan het eind van je trip, hè. Is het mogelijk om een ander PR-verhaal of zo, je wil, ander narratief aan migratie te plakken? Zeker. De wereld en onze werkelijkheid bestaat uit verhalen. En je kunt het verhaal vertellen, zoveel mogelijk vertellen, wat je zelf wil, denk ik. Ik ben opgegroeid... en ik ben nog niet eens zo oud, maar ben nog opgegroeid met het idee van wereldburgers. Of waarom ben je Nederlander? Het concept, de nazistaat, is een verhaal. Ja. En is een recent verhaal als je kijkt naar waar mensen zich mee identificeerden. Is het level van een land en een land met zijn grenzen. Iets heel recent. Dus als je denkt, oké, dat is vorige eeuw bedacht... Nou, kunnen we best een ander concept bedenken van identificatie en van wie erbij hoort en wie niet. Ja. Nederland is toch niet vorige eeuw bedacht? Nou, de imagined community of zelfs het ontstaan. Ja, precies. Het hele idee van de nazistaat. En dat linken ze dan aan de boekdrukkunst op het moment dat we Italië, Frankrijk, landen waar men Noord en Zuid elkaar niet verstonden... En dat ze die van het noorden vonden ze belachelijke, rare migranten. Nou, en nu denken we identificeren we ons met een vlag en met de nazistaat. En dat kan weer veranderen. Misschien moeten wij de quote van onze koningin Maxima gewoon overal printen van de echte Nederlander bestaat niet. Ja. Het is trouwens, zij heeft het echt heel vaak moeten uitleggen. Ik geloof dat ze zegt, ik heb het niet zo gezegd, want ik heb het een keertje niet aan haar gevraagd. Ik vind wel dat ze gelijk heeft. Ik heb gezocht naar de nieuwe Nederlander, maar ik kon hem niet vinden. Dus ze zeggen, misschien is die er, maar ik heb hem niet kunnen vinden. Dan kan je zeggen, misschien had je je best moeten doen. Dubbel je best. Maar we weten allemaal wat ze bedoelde. Dat is gewoon, weet je, de onderliggende gedachte is dat bestaat niet. Ja. Alleen zij heeft zich taalkundig ingedekt. Of taalkundig gesproken. Kan je dit even toelichten want mensen hebben het gevonden misschien op een stoel of ze kunnen het straks van jou aan van de tegenlichters krijgen. Wat is het voor een sticker? Goed in de microfoon. Ik kan het manueel toelichten, dat je hem kan vouwen en dan kan je er een papiertje aftrekken en dan krijg je een sticker. Ja. En die komt uit de uitzending of er is een stempel gemaakt, made by migrants. En dat was bij Ivan Zagnetti, een eigen
label heeft, een fair trade label voor zijn producten die gemaakt worden door migranten die op een andere manier betaald worden dan normaal in het algemeen migranten betaald worden in Italië. En die zei, heeft een no-cap, no caporali, dus geen maffia producten waar geen maffia aan te pas komt. En hij zei, we moeten eigenlijk nog een label bedenken. En dat is made by migrants. Want alles wat we eten, dragen, kent de hand van migranten. Dus vandaar zijn stempel. En hij zei, als we dat verhaal vaker vertellen van... hey, ook dit is gemaakt door migranten. Ook hier is een hand van migranten. Dit is, dan krijgen we meer een soort gevoel misschien van... uiteindelijk zijn we allemaal migranten. En zullen we misschien in de toekomst... want dat is ook een van de vertrekpunten van de uitzending. Ja, we hebben nu wel hier goed. Maar wie zegt dat wij straks zelf geen migrant worden... en ergens anders heen moeten en... bij wie klop je aan en welk verhaal heb je dan? Ik wil je niet bang maken, maar er is een goede kans dat de mensen naast jou zitten ook migrant zijn. Ja. En jij zelf waarschijnlijk ook. Ja. Oké, dat gesteld hebben. Nou, nog één ding. Weet je door wie eigenlijk deze stickers gemaakt zijn? Door migranten gemaakt? Ja, en kent de hand van elke tegenlichtmedewerker die verplicht... onder dwang heeft moeten knippen. Oké, heel goed, ja. Even kijken, is er op dit moment een vraag voor een van onze drie sprekers? Dan kom ik met de microfoon naar jullie toe. En het is ook helemaal niet erg als er geen vragen zijn, want gezien de tijd, dan gaan we naar het volgende onderdeel. En even kijken, blijven jullie na dit gesprek, blijven jullie nog even hangen als mensen jullie willen aanspreken? Dat kan, ja? Ja, dank. Tuurlijk. Er is toch een vraag? Ja, even kijken. Wacht. Even kijken. Ik kom naar je toe. Moet je wel opstaan? Yeah. Ik vermoed het. Het is geen vraag, het is een comment. Maar Suita, je bent de beste rijschool in Amsterdam. Dus iedereen gaat allemaal naar Suita. Hey. Oh, ja. Je wordt helemaal rood. Ik neem wat klanten mee, dan kunnen ze die verder promoten. Maar dit hadden we niet afgesproken. Nee. En ik kan ook zeggen, ja, kijk vooral echt, ga dat, die korte film bekijken. Het is echt een mooie film geworden. Dus jij bedankt voor jouw hoofdrol in de korte film. Jij bedankt voor het maken van de korte film. En natuurlijk zonder jou en jouw team was het helemaal niet gelukt om deze avond te organiseren. Dank jullie wel allemaal. Jullie gaan terug naar de zaal. Oké, we gaan naar het tweede fragment. En daarna een kort gesprek, maar dat zal dus in het Engels gaan. We gaan Abdul Azim zien. Hij is een ondernemer en activist. Hij wordt ondersteund door de stichting SAMO. Het is een sociaal uitzendbureau. Een sociaal uitzendbureau om zijn werk te kunnen doen als ongedocumenteerde in Brussel. Start het fragment. On veut passer un peu de cette espèce de victimisation, de voir le sans-papier uniquement comme une victime qui a besoin de notre aide, mais de montrer aussi que ce sont des personnes entrepreneurs. Azad is een van die potentiële ondernemers van het uitzendbureau. Want hij verzorgt nu al de catering van feesten en partijen. C'est toujours un peu dans une sorte de zone grise parce qu'on essaie de vraiment changer la politique et on ne peut pas le faire d'une autre façon que de montrer l'exemple. Hij weigert om in de onzichtbaarheid te leven en zijn cateringbedrijfje geeft hem een stem als ondernemer en als activist. We will be leaving in some minutes to the clients that passed the order. So we're gonna have a 3 or 5 minute speech there to present our project and our movement, our resistance. Our aim is just to have a contact with people and to somehow inform them about the situation of undocumented people. Maybe they are not aware of it, but it do exist. I've been here since 2012. I did 8 time asylum, but
it never changed to have the residence permit. So it's been 10 or 11 years and I'm still here. I do work in car wash, I do work in constructions, I do work in nightclub, I do work in night shop, in day shop, especially the construction that I see where I was working, there was not any Belgian guy. The Belgian guy was only the machinist who was just to try to demolish the building. But the main hands which were collecting the stain, or the brick, it was the people like me. Ik wil graag de volgende sprekers naar voren halen. Mohamed en Leo, zouden jullie alsjeblieft op willen komen? En een klein applaus. Ja! Yeah! Yes, 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 yes. Mohamed, hier, ja. So, dit gesprek gaan we dus in het Engels. So we are going to have a conversation in English. Leo, if you wish to have fresh water. Yeah, thank you. Merci. Okay. Let's. By the way, did you have a chance to watch the documentary? Yeah, I watched some of it. So I'm going to ask you about that. And Leo, did you have the chance to watch the documentary? I have not, but instead I've given a podcast, so maybe that helps. You had a podcast, okay. Mohamed Ba, he's an activist from Guinea and lives in Amsterdam, and he makes platforms. With these platforms, he gives the undocumented migrants in the city access to the right information and give them a voice. Communication manager of the so-called Amsterdam City Rights, great platform initiative, and is the presenter of the City Rights Radio podcast. And Leo Lucas, a professor of labor and migration history at Leiden University and director of International Institute of Social History in Amsterdam. Mr. Nice Guy, am I right? Oh my God. Yeah, because that's your name for Big Brother is watching me. Okay, that's my Instagram name. That's your Instagram name, yeah, Mr. Nice Guy, yeah. And you look, you know, nice, and I have had the time to watch some of your presentation, listen to you. Very smart. Very smart. I really like it. Very smart, very sharp, and nice. So what was when you watched the documentary, which scene or which subject would you like to highlight? Which part made the maybe biggest impression, impact on you? Well, for a first, it was I was really happy to see that many people that are working behind the scene who's not being properly recognized for their work is finally getting the visibility that they deserve. Yeah. Now, please, go on. Holy club, yeah, thank you. Okay, yeah. We cannot kill the club like that. Yeah. Okay, so there is a lot of people that yeah, do a lot. Yeah. You know, in America, they have what they call the American dream. Yeah. And there is the Dutch dream, for instance, and the European dream. And behind this dream is the efforts, the hard work of many and many migrants, babysitters, you heard it, you saw it here. For many people, for them to be able to go to work, for them to be able to realize their dream, progress in their career, there is a migrant that is cleaning the house, making these five-star hotels that you have very, very much clean and convenient for you. While even if we go there, we are not sometimes allowed, PIN and only. You can only pay PIN. So it is nice to see that there is some visibility behind the hard work and finally getting some recognition. I think this is a good start. Cool. Leo, as an historian, could you please give us some historical context about the image of migration in general? So take us back to the past till now. What was the image, let's say, 20, 30, maybe even, it's up to you. You are the expert. Well, maybe it's good to, if you start in the 17th century in Amsterdam, which, of course, we know as the golden century. Yeah. Amsterdam for some people was completely for some dependent. People. Yes, for some people, yeah. That's right.
was completely dependent on immigration from outside of what is now the territory of the Netherlands. So 4 in 10 people in Amsterdam were born abroad, which is higher than now. We're now 33%, 40%. Half of the sailors who worked for the Dutch East India Company, the VOC, came from abroad. Because this was a very small country with huge ambitions. So in order to be successful, it needed migrants. And the people realized it. So cities like Amsterdam for 2 centuries had open gates. So you have to realize, as Maren said, there was no nation state. Then cities decided who was to come, not at a higher not level. State, yeah. So Amsterdam knew they always needed people for all kinds of traits, also high-skilled, low-skilled, everything. And people who just there passing by, becoming a sailor or a soldier, etc. So in that, what we then call as history, the early modern period, let's say before Napoleon, for those who went to high school, migration was normal. And this only changed with the nation state, because the ideology of the nation state is that it's best to have a homogeneous ethnic population, that people stay. So migration is then, let's say, disturbs this ideal of the nation state with a homogeneous population. And that's, let's say, I think the root of why we now have such trouble recognizing, because it hasn't changed. I mean, migration is still part of human societies. So either we don't want to see it, or we rebrand it as expats, which are also migrants. But these, of course, are the good migrants, so to speak. But it has to do with this ideology of the nation state. So can I say, and please correct me if I'm wrong, that migration or the image of migration, the concept of migration for the other people has been the same, more or less the same the last, let's say, 200 years? Well, it hasn't get worsened? It is not verslechterd? To some extent, because it's always interesting to note that if you look at people who are leaving, the emigrants, Dutch who went to Australia, to Canada, this is always a very positive idea. These are people with adventurers, they really want something, they have initiative. But of course, emigrants also are immigrants. So it very much depends, as mostly nation states who see people leave, their people leave, they tend to have a very positive view. Yeah. 50 million Europeans who went to the Americas in the second half of the 19th century, 50 million, they were seen as people with guts. Yeah? But in America, they said, oh my goodness, these people from Italy, from Russia, from Ireland. They were poor seen as people. I mean, they were horrible. They were like Muslims now. Irish Catholics were seen by the Protestants in America as the ultimate other. But from the Irish perspective, they were leaving and they were the good. So it very much depends on your perspective. Okay. Mr. Ba. Mo, Mr. Nice Guy. About 2 weeks ago, you were here at the big conference, and I couldn't, unfortunately, join the conference, but a couple of days ago, I watched it online, great conference, and I saw your piece was great. And you presented the magazine Shift. Yes. Yeah. Could you please, now we have the magazine over there, and we saw it, outside. Could you please tell us something about Shift and about the narrative about the undocumented people maybe has changed or, in your opinion, should change? Well, I've only been in Europe for a few years, so... What is few years? 3 years. Yeah. Well, before I start to answer to the question, I have already given some bags to some people. Please take a book, read it, and it will make us migrants very happy. Like the workforce, like the people working in Italy, in Belgium, and Topmanta, of course, from Barcelona, there are a lot of other sectors that are not properly recognized, including creators like I and many other people who want to start something, who want to do something, or who are doing something but are not given the proper recognition. This is a result of a project that we worked on called Reframing Migrants in European Media. And it is due to the fact that we believe that media has a very, very influential power that tends to
dictate to many people who only follow mainstream media what to believe. And oftentimes, the images, the stories that are portrayed there of migrants are very scary. We are always portrayed as an invasive army or things like that, breaking news. Hundreds of them are here again. So what if this could change? What if we could tell the stories as they should be? What if migrants could tell their stories? And this is a magazine that talks about creators that took media into their own hand. It's a bit egoistic, but I'm one of the people that were interviewed. And every night before I go to bed, now I read it. I'm like, I'm proud of you. So we do a lot, you know, and we are not recognized. And this is, for us, a very important piece because there is also in it an anti-racist media test. So if you own a newsroom or you... Please repeat that again. An anti-racist media test. Anti-racist media test. So you can... Do that to you see. Can do it in the book. Yeah. If you're part of a newsroom, you can do the test. Yeah. And from the score, you will know how you're doing. Yeah. The point is, when it comes to talking about migrants, oftentimes, again, the people who themselves have not experienced what it is to be undocumented and living in the streets of Amsterdam in the winter, in December, going from shelter to shelter, seeking a warm meal... You cannot tell our stories. And if you do, you will tell it in a wrong way. I believe if I tell my story, you will see me as a human that is struggling to survive as you are in your own way. And this will lead to empathy. And empathy, hopefully, will lead to change. And this, for me, I recommend people to read it because you're going to know me, first of all. And also, you're going to see that like the people working in these tomato farms that are not recognized, that are exploited, there are also a lot of us that are trying, putting huge efforts into making sure that when we talk about migrants, we don't talk about only we coming here to take over the jobs, which you are not doing, like cleaning and stuff. But we also come with a gift of diversity, willing to give you our good food and also learn some Dutch in the way. Yeah. Cool. A couple of years ago when you started about the role of media, yeah. And you couldn't see him, you were nodding like this, you know. Could you please tell us, you know, as a historian, you have been here before, you know, around the block. So what are the biggest flaws in the current framing about migration by politics, maybe by politicians, and media? Could you point some? If we take the theme of this evening, rebranding migration, I think that the biggest problem, I think, is not only the partly very negative and demonizing kind of portrayal of migrants, but also a very selective selective view of migration. I already mentioned expats. They're never branded as migrants. Of course, they are. Well, they're migrants with a higher salary and higher skills, but they're migrants nonetheless. We tend to limit and to really narrow, let's say, the idea of migration down to those migrants who, for some reason, we find pathetic or dangerous or... and so that's why we're always talking about asylum seekers, which make 7% of the total immigration each year in the Netherlands. The other 93% are seldomly seen as news. And these asylum seekers, as you said, they are portrayed as, well, you can see, either as victims or to have pity with, but then also they are passive, or as dangerous people who want to take it over, but never as normal people who want to have a life as all people want to have a life. Yeah. So I think this narrowing down, and again, this can be from positive motivations or from negative, yeah. But I think that's the big, because it stands in the way of seeing migration, as Maren said in the first panel, as a normal phenomenon. Yeah, I have one more question for you, and then we're going to see whether there are questions from the audience. Question for both of you. So in a way,
And there was something that the social geograph, the expert, in the program, he said, you know, that you make difference between different kind of migrants, refugees, economic migrants, and expats. Are you saying, maybe both of you, saying that's a wrong way to see that? How do you see that? This is my opinion. Of course, yes. But I believe there is a migrant in every one of us. And it wouldn't be fair that you can go to my country or you enslave us for 400 years and that we cannot just come when we're in difficulties. And if you look at this global warming, it is mostly Western countries that are responsible for pollution. And in the near future, we'll be having more and more climate migrants. This is not even starting yet, hopefully, but it is going to happen. But apart from that, we are all migrants. And whether I came here to seek asylum, or I came here because I am a Christopher Columbus of Africa, an adventurer, I should be able to be here as long as I abide to the rules, which we are doing. So they should not put these labels and labels. Yeah. Who's an expert? Expat. They're just coming, and of course they should. We need them. I'm saying we. I'm identifying myself as a Dutch person now. But there are many, many other sectors that are ignored because of this. Yeah. And if today all the migrant workers that are cleaning these hotels or that are babysitting strike for 1 month without working, I promise you, you guys will sit and listen to what we want. But we cannot afford to do that because the system has put us in a place where when we have to work in order to survive. So all these labels is just to put people in boxes. Okay, so your answer is that definitely it's a no, so we should not make any division. How about you? Well, these divisions are made by society, of course. I mean, these are silos, you could say, different silos for asylum seekers, silos for labor migrants, silos for expats, whatever. Not only society, but Leo, it's also the law. Yeah, yeah, exactly. That's what I wanted to say. Sorry. And these are silos that are made by legislators. And people in these different silos have different rights. But you're almost, let's say, if it now comes to, if you don't have high skills and you don't get a visa to come to EU country, the only way to enter is to say, I'm an asylum seeker. Yeah. Yeah? And also if, let's say, you have much more, you have different motives as well. Yeah. And most migrants have a mix of motives. Yeah. But that's not acknowledged by these very strict policy silos. Yeah. And I think that's the big problem with it. Yeah. So do you think... No, let's have this question, you know. So that will be my final question, you know. Whether you got any insights from the outstanding, from the program, in order to rebrand. Do you think it's possible, it's feasible to rebrand migration? But before that will be the final question. Zijn er vragen uit de zaal? Are there any questions right now here? I'm covering the people here with my microphone and my colleague over there with her microphone. If there are any questions, please raise your hand. Yes. Hi, thanks very much. I have a question for both gentlemen because we've been talking a lot about branding and culture and image. But I want to sort of talk about practical things. Suppose I would make either of you the junior minister of immigration for a day. I give you enough political capital or political supports to get through one policy measure. I'd like to have your idea on what is the sole thing that you would like to accomplish in parliament or whatever. What would you like to change in the system or the law, and why? Why would that be effective? Yes. Thank you. I'm officially a mere politician now, guys. So, tell us. Well, if you look currently in Europe, there is this ambition to be sustainable, to have less global footprint, if that is how we call it. Yeah. But then you still are flying over elsewhere to import migrants with plane
and ships and whatever, while there are people that are here that knows the culture, that speaks the language, that are already part of society. I didn't spend my whole life in Africa in the bushes climbing trees. I went to school. Yeah. So if you're looking for someone to work in a specific field, I know for sure there is one that I will probably fall within. Why do you have to go? So there are all these tricks, and I think it is a deceptive, something different. So if I were a minister... Yes, you already, by the way, I talk as a politician, you know. As I am now. Yeah, as you know, a very long way to come to the point. So what's the point? I think it would be fair enough to just sit and review most of these laws, and one of which is that you should not go to import people while you are having problems with, while companies need employees. And there are people living here, and then you go elsewhere. That's just dumb and not sustainable. Okay. Sorry. Yeah. No, very practical. Yeah, good. I don't know which party you are, but I might vote for you. I am the Amsterdam City Right Party. So City Right. Leo, I would break down the very thick wall between two policy areas, which are now totally separated. On the one hand, the economics where we import, where people are allowed to work in the EU, people from the Philippines, people from Mongolia, from Vietnam, they are now imported by companies, etc. And at the same time, you have a very different policy field for asylum seekers, which is only almost a deadly kind of policy. This was his point almost. No, you're picking the professor is taking your point. He's on my party. Yeah, it's your party. Yeah. Well, that's a good sign that we are on the same boat, aren't we? But and by breaking down the wall, that would also mean that, at this moment, between 500,000 and 1 million asylum seekers come to Europe. We're talking about 0.2% of the EU population, which is shrinking and which is aging. So why not a very positive and integrative policy to make them citizens as soon as possible? Also to use them in a way, even if you really hate, refugees, it's in your very well own benefit to make them to give them a place in your society as soon as possible, and that also that they can earn their own money. Yeah. But now that's totally separated, these two fields. And we will do the ministry together. Yeah. So we'll okay. And if I still had like enough power left as a politician, the Linkage Act and those that follows, I don't know every one of them, that means that you definitely have to have a BSN in order to breathe oxygen in the Netherlands. Yeah. That should go away. Yeah. There are many people that are living here that cannot access facilities because of this. I know they meant by good intention, but it is totally fucked up. Yeah. Okay, for the language. Yeah, but that's where you come in with your Amsterdam City Rights, to help people to get at least minimal level of survival. Yes, please stand up. Yeah, in the microphone, yes. Yeah, I have two questions. One question at a time, please. First one, Esther, One goes to Mohammed. As I understand, you were previously undocumented, and right now you are documented. That means you have a status. Are you able to see change in the way you are living? Are you able to see some of the things that could help the people who are still undocumented? And also, are you able to see the light at the end of the tunnel right now, or still the situation is still the same? Cool. Thank you. So, guys, she knows me. Yeah. Like, she's a close friend. In the microphone. So, anyway. Yeah. Well, yes, there has been some changes. Yeah. I can go to Belgium if I want without fearing any problem. And I'm working despite I'm obliged to learn Dutch. Yeah. 5 days a week, 4 hours of homework every day. Very difficult. But other than the fact that I can travel and I am not stressed anymore about having to be on the run,
not so much have changed. I've had my residency permit for a year. My living situation still remains the same. I still keep having problems with the COA. I have to call the COA every 2 weeks to say, hey, I'm still in the country. Still here, yeah. Where do I have to go when I have the residency permit? Yeah. Yeah. So basically, you just have the residency permit. And like everything else, anything that is designed for migrants, without having migrants themselves input their input into it, will not work. I've seen, like, let's say it's like an upgrade from the normal problems of being undocumented to another level of problems. The tunnel, I can still see the glimpse of the light. I hope I'll get there soon. Yeah. But the tunnel is getting bigger, as a matter of fact, you're saying. Yeah, now I have to pay taxes. Now you have to say, oh, welcome to our world. Welcome, welcome. Yes. Even kijken, we hebben ruimte voor nog één vraag. Hè? Nog één laatste vraag. Ja, daar. Ja, nog steeds, ja. Would you please stand up? Yes. Yeah, thank you. To whom? Yeah, it's more kind of, I was struggling over something, so I was falling about, and that's maybe also a question. It was named the high skills, and I wonder what high skills, because that also makes a silo maybe or something, because like to take care for child can be very high skilled in my eyes. There was something like the expert, the high salary was named together with high skills. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Okay. Yeah. It's linked to linked to income. Yeah? That's how the legislation works. You have to earn a certain amount of money, and then you're seen as high skilled, and seen as expert, etc. So it's you're absolutely right. Okay. That cool. Skill is a very problematic word and category, but it's totally linked up to what the employer pays you. So taking care of a child, let's say our future, very fragile entity, a child, it's not high skill. Until you are paid, let's say, a much higher salary, which maybe... 12 euro per year, thank you. Thank you for being with us. And if you want to ask them any questions afterwards, go in peace. By the way, please take a book. Yeah, is the book for free? It's for free. Nee, is het helemaal voor de gratis? Dan weet je wat het gaat. The European Union paid for it. The European Cultural Foundation. And please, if you want to hear more about the book from the different cities where the assemblies were heard, there's a podcast on Spotify called ECF Sounds. From the ECF. Yeah. Please, have a listen. Dankjewel, dankjewel. Jullie gaan terug naar de zaal, ja. We gaan naar het laatste onderdeel. Nu gaan we weer met een fragment beginnen. Een gesprek, een paar vragen van jullie. Nou, in dit fragment zien we Marie-Fee. En zij vertelt over haar idee van rebranding, echt rebranding migration. Medeoprichter van het modemerk en het uitzendbureau Dion Koep. Het is een merk dat is opgericht door de Senegalese jullie kennen het allemaal, Ramblas, Barcelona, Ramblas straatverkopers. En ze zorgen ervoor dat de wet werd aangepast. De wet werd aangepast, waardoor het voor mensen zonder documenten nu mogelijk is om te ondernemen. Daarna, dus in plaats van gelijk met een gesprek beginnen, daarna geven we het woord aan Malik Mohamed. En die gaat hier een korte reflectie op het fragment vanuit zijn werk als eigenaar van onderzoeks- en designstudio Concrete Blossom. Dus eerst het fragment en daarna Malik en daarna ga ik het gesprek voortzetten. Beginnen we. Lo que entendemos como rebranding de la inmigración es poder salir de la misma narrativa, ¿no? Con los políticos europeos o los gobiernos aquí. Nosotros queremos que esta inmigración sea una inmigración positiva, que crea empleo, una inmigración que crea emprendeduría. No solamente ser siempre los que limpian las casas, los que hacen la venta ambulante o los que trabajan en los hoteles, pero los que crean empleo, los que crean proyectos de negocio, los que pueden hacer como aportes económicos fuertes dentro de esta sociedad. In the history of national creativity, prosperity, well-being, migration has always played a very critical role. Because migrants
bring new skills. Migrants often end up doing jobs that natives don't want to do. Migrants shake up the creative basis of a society. Malik, zou je alsjeblieft naar voren willen komen? Zoals ik zei, van Concrete Blossoms. Yes! Ja! In het midden. In het midden. Kan ik van het... Niet zo'n stiffe bedoeling vanavond, toch? Kan ik van het podium afgaan? Ga je het doen of heb je hulp nodig? Nou, nou kijk, in principe was het welkom, trouwens. Hallo, ik heet Malik Mahmoud. Initieel zat ik te denken, kijk, dit is hier denken wij veel over na. Okay, dus ik had zoiets... Prima. Hier denken we veel over na. En ik had zoiets, ja, weet je, misschien is het handig om wat slides mee te nemen. En dat te laten zien. En aan de hand van die slides wat dingen te vertellen. Maar laatst minute had ik besloten om geen slides te gebruiken. Gewoon een algemene reflectie. Of een aantal dingen die ik heb genoteerd en wat me opvalt. Misschien is het handig om mezelf eerst voor te stellen. Zoals ik al zei, ik ben Malik Mahmoud en ik ben geweldig. Hè? Van maandag tot en met vrijdag. En in het weekend hè, zijn we vrij. Nee, ik denk na over de stad en ben ontwerper. Rapper nog steeds, moet ik nog wel bekennen. Maar de stad is mijn muze. En wat je, als het aankomt op migratie... Ik verdiep me in superdiverse steden en met name migrantenwijken... binnen die superdiverse steden of postkoloniale steden... afhankelijk van hè, welke lingo je fijn vindt. En binnen die migrantenwijken ben ik met name geïnteresseerd... in de kennis die... en het kapitaal wat daar ontstaat en geproduceerd wordt. Want je zou kunnen zeggen, daar waar het systeem afbrokkelt... of heel goed functioneert, afhankelijk van hoe je ernaar wil kijken... ontstaat er een bepaald soort kennis. Hè? Ik weet niet of we bekend zijn met het metafoor... De Canaries in de Koolmijn, dat is een titel van een boek. Ik ken het boek niet, maar ik ken het metafoor. En die Canaries in de Koolmijn produceren ook kennis... En die kennis is in toenemende mate van belang in een complexer wordende samenleving. Dus, maar voordat ik daar een aantal voorbeelden van geef, is het belangrijk om ook te benoemen dat migratie al gerebrand was. Het is gerebrand als een probleem, toch? Want mijn aanwezigheid hier en hè, mensen die op mij lijken, is een vorm van incasso. Mijn moeder is hier niet naartoe gekomen voor het weer, kan ik jullie zeggen. Hè? Ik zeg altijd dat ze haar de luxe van echt fruit niet heeft ingeleverd... Hè, voor plastic fruit van de Jumbo, omdat dat nou zo fijn was. Hè? Dus er is een reden waarom we hier zijn. Follow the money, zou je kunnen zeggen. Dus het is belangrijk om stil te staan van wat brengt de mensen nou hier. Dit is nou niet die hoge westerse cultuur per se. Dat gezegd hebbende, wat is rebranding? Rebranden doe je aan de hand van het vertellen van andere verhalen, toch? Maar waarom? Om andere waarden en kwaliteiten zichtbaar te maken. Het is, ik denk dat het Westen... Het ziet ernaar uit dat het Westen een langzame zelfmoord aan het plegen is. En we blijven dansen zolang de muziek speelt. Maar... Er is een gigantische urgentie. Dus voorbij die feel-good overwegingen, waarom het reframen van waar we nu met elkaar in zitten. Voorbij dus die feel-good overwegingen is er, en voorbij de morele overwegingen is het een kwestie van survival. En eerder had ik het dus over die kennis die in die migrantenwijken ontstaat. En wij noemen het vanuit Concrete Blossom. We hebben ook een toolkit ontwikkeld. En aan de hand met die toolkit ontsluiten we leefwerelden die in die binnenstad ontstaan. Want er is de afgelopen decennia is er flink wat getoverd in de binnensteden van Rotterdam en,
en Amsterdam, Den Haag. En in die binnenstad, daar is ook een nieuwe cultuur. Een clash of een samenkomst van allerlei leefwerelden. Daarvanuit ontstaat iets nieuws. Hè? Een nieuwe stedelijke identiteit die superhybride is en een collage. En de taal die daarbij hoort, straattaal, wat ontstaat in Rotterdam. Geef het door, zou ik zeggen. Hè? En die, als je kijkt naar straattaal en de ontwikkelingen binnen straattaal, dan zie je dat de demografische verschuivingen in die migrantenwijken ook zich vertalen naar de taal. Hè? Dus er is een gigantische babyboom, volgens mij. Ik heb de statistieken er niet bij, maar een flinke babyboom heeft plaatsgevonden in de jaren 80 en de jaren 90 na gezinshereniging. Dus veel mokro's en oerkoes kwamen in de streets rond de eeuwwisseling. En dat heeft dus ook een impact op hoe die straattaal eruit ziet. Maar die productie, die ontwikkeling, daar staan we niet genoeg bij stil. Want er is geen infrastructuur wat daarop reflecteert. Dus wat wij als Concrete Blossom doen, is nadenken hierover allereerst, instrumenten ontwikkelen, een soort van mentaal infrastructuur, maar ook fysieke infrastructuur ontwikkelen, wat deze vorm van kennisproductie en waardecreatie ontsluit. Zo, en dan zou het wel handig zijn als ik een slide had gehad, maar Google. En we hebben 2 jaar geleden hebben we de eerste kenniscentrum voor straatcultuur geopend in Rotterdam-West, vermomd als een avondwinkel. Of een avondwinkel vermomd als een kenniscentrum. En wat we daar doen is verschillende vormen van fringe kapitaal zichtbaar maken. Ik denk dat de pressure die in die rand van de samenleving. Grijp in als ik te lang aan praten ben trouwens. Hè? 2 minuten, dankjewel. Ik denk dat de toeslagaffaire een goed voorbeeld is. Er waren een hoop mensen die al wisten dat het niet heel goed zat. Maar luisteren we daarna. Of huisvesting, dat huisvesting een probleem zou zijn. Ik denk dat heel veel problemen zijn dat eerst zichtbaar in die fringe van de samenleving. En ik spreek liever over fringe in plaats van marges. De marge of gemarginaliseerd. Ik ben verre van gemarginaliseerd, kan ik jullie zeggen. Maar ik vertrek vanuit die fringe waar newness en flyness ontstaat. En een voorbeeld, een concreet voorbeeld, hè, als, wat we als ontwerpstudio, volgens mij was het vorig jaar maart, hadden we het gepresenteerd. Was een ontwerpend onderzoek naar een plein, om de hoek van de nightshop, het Bospolderplein. Zo'n betonnen paleis, en hittestress, global warming, dingen. En de gentrificatiecaravaan die moet ergens heen. Dus dan zie je dat pleinen moeten vergroend worden, moet groen-blauw sensitief gemaakt worden en dat soort zaken. Wat zeer zeker belangrijk is. Want als het heet is dan, zeg maar, en we dit zien gebeuren, ja, dan dat doet niet echt heel veel goeds voor de levensstandaard. Maar dat is één van de opgaves die daar aanwezig is. Er zitten ook veel fout van andere opgaves. En wat hebben we gedaan? We hebben mensen in de buurt, hebben we gewoon de tools gegeven, money gegeven, hebben we tijd georganiseerd om te duiken in, nou maar wat betekent die plein dan? Hoe wordt het plein gebruikt? Door wie wordt het plein gebruikt? Hoe zou het plein eruit moeten zien? En je zult versteld staan van hoeveel waardevolle kennis daaruit voortkomt. En dit gaat verder dan participatie, omdat wij als ontwerpers en onderzoekers een intieme understanding hebben van die postkoloniale context en de waarde die daar ontstaat. Want in een opwarmende stad is de waarde van schaduw in toenemende mate van belang. En mensen uit het mondiale zuiden, hè, die hier naartoe zijn gekomen, die nemen ook hun rituelen en manieren van gebruiken van publieke ruimte, van ruimte, met zich mee. Dus op dezelfde manier dat die straattaal ontstaat en creoliseert, creoliseert ook de manier waarop gebruik wordt gemaakt van ruimte. En daar kan ik allerlei heel mooie voorbeelden van laten zien, maar daar moeten jullie mij een keertje voor uitnodigen en een flinke zak money klaar hebben liggen, want dan kunnen we dat allemaal delen. En dit is super belangrijk, want en dan de uitsmijter. Deze kennis is echt in toenemende mate van belang. En autochtonen die hebben echt nog te vaak een taalachterstand.
en een kennisachterstand in die snel veranderende samenleving. Dus ik denk dat er een bepaalde mate van inburgering nodig is en bijscholing en dat soort zaken. En daar kunnen we met elkaar aan werken. Ik ben ervan overtuigd dat wij hier met elkaar, samen met de ministers die ons voorgingen, de samenleving kunnen redden. Ja. Hè, maar eerst zakken geld klaarleggen. Ja. Je had vroeger bij de VPRO had je Wim de Bie en Van Kooten. En dan had je de wethouder. En dan had je wethouder Hekking die een beetje in beeld kwam. Ik heb nu het gevoel dat ik een beetje in jouw beeld kwam. Maar ja, dat moest om het af te ronden. Dank voor je mooie... Met alle liefde. Dank, dank voor je goede, mooie reflectie. Vooral de rebranding heeft al plaatsgevonden. Goed om dat mee te geven. Ik wil ander panelid naar voren halen. Mernoush. Mernoush, waar ben je? Zou je alsjeblieft op willen komen? Yes. Ja. Pak schoon glas, dat is die op zijn kop, die is voor jou. Ja. En Bernice, ik wil zo meteen van jou horen. Heb je tijd gehad om de uitzending eigenlijk te zien? Jazeker. Ja, zeker. Mag okay. Je daar ook al iets over vertellen? Zeker, ja. Om het heel kort te houden voor jouw titel. Voor nu volgens mij het belangrijkste is oprichter van de stichting Beste Nieuwkomer. Dus om meteen vertellen wat het is. Ik vond sowieso de naam alleen al de Beste Nieuwkomer. Mooie. Maar wat vond jij van de uitzending? Welke scène of misschien een onderwerp? Nou, heeft de meeste indruk op. Ik moet zeggen, die hele uitzending was voor mij een soort van thuiskomen. Elk woord wat er in die uitzending wordt gezegd, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik vond het een verademing om naar te luisteren. Dat er mensen zijn die hetzelfde denken als ik. Ik dacht, ik wil gewoon met hun in één flat wonen en dat we samen gewoon impact gaan maken. Want ja, zo voelde het voor mij. Ik heb alleen ja knikkend. Ja. En kan je toch, als ik je toch, ik wil niet zeggen mes op de keel zet, maar als ik je toch vriendelijk toch beslist vraag, welk van die mensen of welk woord of frase sprak je het meest aan? Kan je toch eentje of anderhalf? Nou, ik denk het fragment wat we net zagen. Ja. Alles wat Ash zegt, sluit ik me helemaal bij aan. En ja, hele mooie woorden gebruikt hij. Ja. Maar wat hij zegt, dat migranten een verrijking zijn op allerlei fronten. Van economisch tot maatschappelijk tot creatief tot... Nou ja, cultureel, alles. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat, ja, dat vind ik heel goed aan. Een soort van samenvatting van deze uitzending. Maar ik vond zowel ook dit fragment van Barcelona... daar werd ik heel warm van. Omdat dat best wel aansluit op hoe ik naar rebranding kijk... vanuit wat ik doe. Ja, ook als communicatie, je achtergrond als communicatie, woordvoering. Ook, je weet je echt... Maar al te goed bewust van hoe je dat verhaal kan vertellen. Dat er verschillende wegen zijn die naar leiden. Ja. Malik, heb jij tijd gehad om de uitzending te zien? Ja. Vertel eens, wat waren jouw... want ik had begrepen dat je wat kritischer tegenover de uitzending... en vooral het einde stond. Ja. Klopt dat een beetje? Kijk, het is, dat klopt. Ik denk, ik wil... Het zou een beetje flauw zijn om te ontleden waarom dat dan vind ik. Hè? Daar zouden we meer de tijd voor moeten nemen om ook in nuance te kunnen doen. Maar ik vond het contrast heel groot tussen wat er in het eerste deel van de documentaire werd verteld en werd getoond. En hoe krachtig acties. Hè? Met name als je een wetswijziging door weet te krijgen, dan heb je in het voor Spanje, elkaar. Ja. Maar, en dan kwam het naar Nederland, en shout-out naar de jongens sowieso van de New Originals. Maar het voelde een beetje alsof er niet genoeg tijd was om uit te diepen van, maar uit welke leefwereld ontstaat nou een kledingmerk als de New Originals. Ja, en dat T&O. Ja. Dat zo heet. Ze zitten op de Zeedijk. En tegen het einde van de uitzending, voor mensen die het niet hebben meegekregen, hoorde je de oprichter daarvan een beetje veel vertellen over zijn ideeën over migratie, creatieve dingen. Ik snap het punt van dat er een hele generatie leeft die voorbij dat... discours, of niet, zich niet eens bezighoudt met het discours. Ja.
Maar ik vond het een... Ik denk dat als er een betere understanding zou zijn van de leefwereld waarvan uit een TNO ontstaat en de referenties die ze gebruiken, dan had dat verhaal krachtiger neergezet kunnen worden. Maar je moet keuzes maken op de snijtafel, dus dat kan ik me heel goed voorstellen. In de montagekamer. Precies. Dan op een gegeven moment is het aan voor wie maak je ook? Hè? Ja. Wie heb je in mind als je dit verhaal vertelt? En dan is het zeg maar van even een byline. Oh ja, en er zijn ook mensen die hier dus kledingmerken maken. Ja. Maar wat is de betekenis daarvan? Hoe relevant is dat? Wat maakt het krachtig? Okay. Dat vond ik een beetje missen. Ja, dat wou ik eigenlijk vragen. Wat is je grootste moeite daarmee? Jij vond die vraag die je aan het eind stelde, vond je geen antwoord op kwam? Ja, met een vraagteken. Welke vraag? Jij stelde net drie vragen, weet je. Waarom maak je... Wat is de gedachte? Zeker, kwam te weinig antwoord op, vond je. Ik denk dat het werd voor mijn gevoel van wat ik me kan... Ik heb hem één keer gezien, hè. Dus, maar dat is zoals meeste mensen een uitzending kijken. Je kijkt het één keer. Nee, maar het is echt belangrijk. Maar als je kritisch, als je echt... Ik denk dat je... Er zat meer in. Volgens mij zijn die vragen niet eens behandeld. Van wat ik me kan herinneren. Hmm. Dus is het behandeld? Heeft iemand het gezien? Even kijken. De regisseur is wel aanwezig. Want jij kwam iets later binnen. Nee. Ik heb haar horen spreken. Oké, je hebt haar gezien. Okay. Dus de regisseur is erbij. Dus misschien kan ik de regisseur even vragen om te kijken of jullie met elkaar een gesprek kunnen aangaan. Vooral haar antwoorden horen. Maar nu even nog één keer naar jouw eigen initiatief. Vertel eens... Wanneer? Wat is de gedachte daarachter? Weet je, wat is het grote concept? En hoe krijgt het vorm? En hoe krijgt het vorm in de toekomst? Ja, daarmee wil ik beginnen met dat mijn drijfveer voor het initiatief wat ik ben begonnen was eigenlijk ook een ander beeld te creëren voor vluchtelingen. Ik ben zelf ooit gevlucht als 9-jarige naar Nederland gekomen. Uit Iran. Uit Iran. Zoals ik. Ja, ga door, ja. En ik in mijn eigen vakgebied, marketing, communicatie en woordvoering, dacht ik, hey, hoe kan ik dat nou samen combineren? Want ik zag een mismatch tussen mijn beeld, wat ik heb over vluchtelingen, namelijk een ontzettende getalenteerde groep, verrijking voor de samenleving, veerkrachtig, gemotiveerd. Ja. Dat had ik als beeld. En hoe anderen... Vluchtelingen zagen dat matchte niet. Dus ik dacht, daar moet ik wat aan gaan doen. Ja. En in mijn vierkante meter, zeg maar, wat kan ik dan betekenen? En dat was een initiatief Beste Nieuwkomer. We proberen met Beste Nieuwkomer nieuwkomers vanuit een positieve insteek in hun eigen kracht te zetten. Door hun positieve, inspirerende verhalen te vertellen. En zelfs ze te vieren om wat zij doen in Nederland. Om Nederland nog mooier te maken. En dat doen we met de Beste Nieuwkomer Award. Ons initiatief leidt tot drie dingen. Eén is dat mensen een ander beeld krijgen over vluchtelingen. Ze krijgen een heel ander... imago te zien dan wat ze normaal in de media te zien krijgen. We hadden het eerder al gehoord. Tsunami, probleem, crisis. Maar ze horen dan hele inspirerende, eigenlijk heroïsche verhalen. En in de hoop dat ze ook uiteindelijk de vluchtelingen omarmen. Twee is dat de nieuwkomers hun inzet wordt gezien en gewaardeerd. En dat geeft een enorme boost aan zelfvertrouwen en motivatie om door te gaan met hetgeen wat zij doen. Want wat zij doen zien ze heel erg als iets vanzelfsprekend. Ik hoorde al, wij moeten twee keer zo hard werken. Dat vinden zij vanzelfsprekend, maar ik vind het echt mega inspirerend. En drie is dat we rolmodellen creëren voor andere nieuwkomers en nieuwe generaties. Kan je een voorbeeld geven van mensen? Want je hebt nu 2 jaar heb je het gehouden. Klopt. Ja, dus 2 edities. Wie heeft het gewonnen afgelopen jaren? Nou, we hebben 6 verschillende categorieën ieder jaar. Dus we hebben het afgelopen jaar 6 winnaars gehad. Het jaar daarvoor ook 6. Ja, dat zijn echt van alles. Dat zijn van... Welke categorieën kan je even benoemen snel? Sport, tech, artist, care, dat is de maatschappelijke sector waarin mensen gewoon iets doen voor de buren of de maatschappij. Ja. IT, dus
Ja, en, verschillende. Ik wil daarmee ook laten zien. Kijk, wij zijn in 88 naar Nederland gekomen. Ben je dan nog, kun je dan ook, kom je dan hele ook in aanmerking van... Hele goede vraag. Ja? Nee, ik ben 30 jaar geleden en ik kom ook niet meer in aanmerking. Wij zien nieuwkomers tot 10 jaar in Nederland. We hebben ergens een grens getrokken. Ja. En het is nog steeds inspirerend dat mensen... Ja. Je moet ze wel een beetje de tijd geven om iets op te kunnen zetten. Maar nog steeds nieuw zijn. Ja, de anderen zijn het geen nieuwkomers meer. Ja, ja. Maar wat wel goed is, we hadden het net over silo's. Ja. Wij maken totaal geen onderscheid tussen gedocumenteerde, niet gedocumenteerde statushouders of wat dan ook. Wat mij betreft zijn mensen allemaal hetzelfde. Uit Wijchen ook net zo goed, die kunnen ook meedoen. Sterker nog, wij doen een landelijke oproep om mensen te nomineren. Dus je kunt je buurman, buurvrouw, collega nomineren en daarna ook stemmen. Maar zoals je weet, als je de grens van 10 jaar hanteert, vandaar die heel concrete vraag van Concrete Blossom. Als je de grens van 10 jaar hanteert, dan weet je wie het gaat winnen. Het zijn altijd Syriërs. Syriërs zijn... Ja. Nee, het is man, echt waar. Al dat falafel ook, man. Echt, die Syriërs, dat zijn echt... Dat zijn de nieuwe Joegoslaven, dat zijn de nieuwe Iraniërs. Hard werken, jongen. En ze zijn goed in alles. Ja. En ze zijn allemaal 2015, 16 jaar toegekomen, toch? Nou, er zitten toch, heel veel Syriërs tussen. Ja, we hebben gelukkig niks, ook man. Wel echt winnaars uit Iran en Afghanistan. Okay, maar vroeger waren alleen maar Iraniërs. Jullie hebben ons genoeg voor schut gezet. Dus kom op. Wat zeg je? Jullie hebben ons genoeg voor schut gezet. Dus jullie deden het al heel lang heel goed. Ja. Dus fijn dat jullie ook de baton over hebben gedragen. Maar die Syriërs, ja. Oké. Okay. Zit hem in die regio volgens mij. Oh, je wordt ook een regionale gehouden. Misschien moet je toch een silo bouwen. Oké. Nu weten we wat jij doet. Nu weten we wat jullie doen. Even nog één keer terug naar de nightshop. Hè? Ja. Trouwens, we zagen wel een foto van de voorkant van de nightshop. Hè? We zien het nu ook. We zien het zo voor ons. Maar even kijken, hoe is die, hoe wordt kennis daar bedreven? Want je zei, is het een nachtwinkel of is het een kenniscentrum? Maar wat gebeurt er daar daadwerkelijk? Als ik daar... Dat is ja. Het is belangrijk om te benoemen dat het ook echt een buurtwinkel is. Waar we producten verkopen. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, Nacor, collega zit achterin. Hij vindt dat ik veel te veel dingen gratis weggeef. Maar dat is that's here nor there. Maar we hebben... De nightshop is tot stand gekomen vanuit een fascinatie voor die migrantenwinkelstraat. En die migrantenwinkels. Je komt in heel veel van dat soort winkels. Ik ga antwoord geven op je vraag. Inshallah. Kom maar op. Is het heel vanzelfsprekend om opeens schap couscous, bulgur, fufu, garé. Toch? Ja. Dat was Mohammed Ba. En mobiele telefonie en alles naast elkaar. Absoluut. Maar daar is geen regelbeleid voor geschreven. Er is geen enkele focusgroep samengesteld om dat samen te brengen. Ja. Nee, er is geen onderzoek gedaan. Althans, er is informeel onderzoek gedaan. Want de capaciteit van dit soort ruimtes is dat ze op een heel organische en intuïtieve manier de directe omgeving weerspiegelen. Dus je ziet ook, ik heb een foto die ik jaren geleden heb gemaakt van een koelkast. Ook in Rotterdam-West, hemelsbreed denk ik 1000 meter van deze nightshop vandaan. En er was een magische koelkast met allerlei bieren. En dan had je traditionele Hollandse bieren van Grols, Amstel en andere traditioneel Hollandse bier, parbo-bier. Maar je had ook... Poolse bieren. En ik verpest ze tot op de dag van vandaag. Tsjech, Chipske. Dus je ziet de demografische verschuiving in die ruimte. In de buurt zie je terug in die koelkast. Dus op een moment als je daar bij stilstaat, daar over mediteert, dan kan je daar kennis uit distilleren voor hoe het publieke domein zou kunnen functioneren. Hoe de publieke ruimte zou kunnen functioneren. Dus wat wij doen is, wij grijpen het materiële en immateriële erfgoed van een postkoloniale samenleving, grijpen we aan en daar borduren we op voort. En dat is zeg maar een mooie volzin. Maar er zijn allerlei
allerlei voorbeelden en lagen en nuances die we hier kunnen aanraken. Maar het meest interessante is, op het moment als ik een product roep, krijg ik woe uit die hoek. Ja. Dus we hebben mensen uit Baltimore gehad, we hebben mensen uit Londen gehad, we hebben mensen uit Ghana gehad, die in die ruimte stappen en iets in Rwanda en iets van zichzelf daar zien. En ze begrijpen intuïtief, veel van die producten die in de nightshop staan, daar ben ik niet mee opgegroeid. Maar vrienden van mij wel, dus ik ben er indirect mee opgegroeid. Dus je snapt intuïtief dat een pink hair oil en een garé in eenzelfde range horen. Dus wat doet dat? Het geeft een subtle sign aan bepaalde mensen voor wie die ruimte is ontworpen. En dan heb je zo nu dan een autochtoon die zegt, ja, waar zijn wij dan? En dan zeg ik niet, nergens. En dat is ook waardevol om te ervaren. Dat er ruimtes zijn, plekken zijn, die niet ontworpen zijn voor je als je de norm... Nee, maar is die autochtoon dus de koelkast? Ja, maar die hebben wij niet in onze koelkast. Hij is de koelkast. Oh. Hij is de lepel, weet je wel, van de Matrix. Ja. Hij is de lepel. Wauw, man. Denk ik. Dus misschien moeten we ik kon de helft... Ja. Vooral met het verhaal van je bier, denk ik. Jeetje, man. Ik denk in de kern... Tot in de kern slot. Is het, ja. In de kern is het dat we... dit soort betekenissen, dit soort leefwerelden... en de samenkomst van die leefwerelden onderzoeken... En daarvan uit ook nieuwe ontwerptalen ontwikkelen, ontwerpstrategieën, beleid designen. Dus het is een ontwerppraktijk dat vertrekt vanuit, dus dat niet zeg maar per se dan fashion maakt, al ja. Hè, dit shirt verkochten we ook, ja. Maar het ontwerpt en het werkt aan het ontwerp die stad van morgen. Ja. Ik kon de helft ongeveer volgen. Ja, ik had je gewaarschuwd. Ik weet alleen niet welke helft. Maar ja. Ik ga zelf de uitzending terugkijken. Misschien heb je die coaching en die training nodig. Ja. Dank. Even kijken. Ja. Eén laatste vraag voor jou. Denk je, want jij bent zelf met zo'n initiatief begonnen. Denk je dat het mogelijk is om rebranding van migration... Want jij bent begonnen, hij is ook op zijn manier bezig met de koelkast en pink hair products, weet je. Ja, ik heb toch iets meegekregen, stiekem. Maar denk je dat het mogelijk is om het verhaal van rebranding voort te zetten, echt handen en voeten te geven, meer dan nu? Ja, zeker. Ik heb laatst een experiment gedaan. En daarbij is het al op kleine schaal gelukt. Dus ik denk dat het op grote schaal ook moet lukken. En dat is verhalen vertellen en ontmoetingen laten plaatsvinden. Ik hoorde net ook van de regisseur zeggen, sharing stories. Ja. Ik heb laatst een experiment gedaan waarbij ik in een zaal, voordat mensen naar binnen kwamen, zonder enige informatie vroeg, wat is jouw associatie met het woord vluchteling? Wil je dat opschrijven? En ze schreven allemaal op angst, verdriet, oorlog, crisis. Allemaal negatief geassocieerde termen. En toen heb ik met een koptelefoon twee verhalen van inspirerende nieuwkomers laten vertellen. En die hebben ze vanuit de nieuwkomer zelf gehoord. Dus die vertelden hun eigen verhaal. En ik deed de koptelefoon af en ik vroeg weer... wil je nu opschrijven welke associaties je hebt met het woord vluchteling? En ze schreven allemaal op veerkrachtig, getalenteerd, gemotiveerd. Allemaal positief. Dat was echt in 10 minuten was hun beeld veranderd. En ik denk dus, ik weet zeker dat hoe meer we dit soort verhalen vertellen... hoe meer deze mensen in de armen worden gesloten... En uit onderzoek blijkt ook dat zodra iemand... Ik heb het even nu alleen over vluchtelingen, want dat is een beetje waar ik me op richt. Uit onderzoek blijkt dat mensen die nieuwkomers niet hebben ontmoet... dat die daar best wel afstand tot houden. Terwijl zodra ze iemand hebben ontmoet, dat meer dan 50%... bevriend ermee raakt en op lange termijn ook echt een relatie mee opbouwt.
Dus het is heel belangrijk om die ontmoetingen te laten plaatsvinden. Mooi. Mooi. En denk je dat, want dit is heel krachtig natuurlijk. Ja. Het zijn hele krachtige verhalen, maar dat is zeg maar vaak op interpersoonlijk niveau. Ja. Denk je dat die impact die jullie op een interpersoonlijk niveau organiseren ook kan vertalen naar iets systemischer of iets wat... Ja, dat wil ik eigenlijk vragen. Dankjewel, Malik. Ja, precies. Ja. Ja, gaat het zo aan de dijk zetten? Ik zou heel graag willen. Ik denk dat het probleem ligt bij drie dingen. Dat is media. Hoe media dus migranten en vluchtelingen portretteren, hebben we het eerder over gehad. Twee is politiek. Hoe zij vluchtelingen omschrijven en als problemen continu. Maar als derde ook heel belangrijk, goede doelen. NGO's die portretteren vluchtelingen vaak ook echt als zielige mensen die weinig kunnen. En daardoor halen ze natuurlijk heel veel geld op. En het is allemaal goed bedoeld, maar dat beeld blijft dan in je netvlies als je de volgende keer een vluchteling ontmoet. Dus helaas zijn die drie dingen wel de boosdoeners. En ik hoop, even over branding gesproken, ik probeer met Beste Nieuwkomen op een toffe manier die hele vluchtelingensector een beetje te shaken. Ja. Maar even terugkomen. Dus jij zegt eigenlijk een tip aan de VPRO-redactie, rebrand ontwikkelingshulp. Ja, want die twee anderen hebben we besproken. Precies daar. Nu goed dat je dit naar voren brengt. Maar even nog één keer, hè, om op zijn vraag antwoord te geven. Hè, ja of nee. Denk je dat het mogelijk is om het interpersoonlijke niveau te ontstijgen en een systemisch niveau te bereiken? Heb je daar zeker. Gaan we het nog meemaken, zeg maar, in ons... Hangt er vanaf. Dat was een heel lange... Ik hoop dat ik het mee mag maken. En anders ga ik het aan mijn kinderen doorgeven en die gaan het regelen. Mooi, mooi gezegd, mooi gesproken. Blijven jullie ook... Ga je nog naar 010 terug of blijf je nog even hangen? Kunnen mensen je aanspreken? Misschien. Misschien, oké. Misschien betekent ja in dit geval, ja. Dus als mensen jullie willen aanspreken, dat kan. Dit was... ik zie toch één vraag daar. Ja, oké, omdat jij het bent. Ja, nee, wacht. Mijn collega komt met de microfoon naar je toe, ja. Thank you. Hi, the question is for the lady. Is haar, ja. Hi. It's not me, it's the microphone. Yeah. Well, what are the requirements to be a newcomer? And because I'm asking, like, we have Hidayah. Yeah. Everyone in the community, undocumented community, knows Hidayah because wherever there is someone that needs to speak about issues of migrants, she's invited. Yeah. We have my brother there, Alex Ahmed Hammam. Yes, that's it. Okay. He volunteers everywhere. He's the only undocumented migrant that takes selfies with the police. Like, he's literally volunteering everywhere. Ooh. And I've been in the Netherlands for 3 years and I never heard of your organization. Yeah. We are small, but we hope to get bigger. Oké, nog één keer goed uitleggen wat zijn de requirements, wat zijn de vereisten om in aanraking te komen, aanmerking te komen. We actually have very little requirements, and that's you have to be above 18 and not more than 10 years in Holland. Yeah. But because the basic thing we want to do is to just share the inspirational stories, and it doesn't matter for us what you do. It's about someone nominating another one because they think you're inspiring. So inspiring is the most basic requirement we want, and we don't have very harsh requirements. We just want to share the stories, and the award is just a tool to share those stories. I would love that award. And please, so please nominate them. I don't know where to. So Best the newcomer. Best the newcomer. newcomer.nl. Yeah. Nice. Thank you very much. Okay. Thank you. Well. Thank you. Okay. zoals ik ook in het begin zei, zijn mensen later bijgekomen. Kijk, deze uitzending, en het was niet alleen één uitzending. Er is gewoon heel
thema maand in het kader bij VPRO tegenlicht, in het kader van rebranding migration. Ga het allemaal opzoeken. Je kan ook al, als je op onze website van Pakhuis en Zwijgen komt, kan je ook alle onze sprekers, kan bijvoorbeeld Nieuwkomen of Concrete Blasting, je kan alle sprekers kan je opzoeken. Buddy Film Foundation, daar hadden we het ook in het begin over. Het is echt, durf ik te zeggen, bij gebrek aan beter wordt echt inspirerend om te zien hoeveel mensen zich hiermee op allerlei niveaus bezighouden. Tot en met, natuurlijk, we hebben net gehoord, de Night Show. Dank, dank onze eerste sprekers. Ook dank voor jullie aanwezigheid hier. Dank je wel, dank je wel, dank je wel. De bar is los, de bar is los. Dus, ja.